Niet om nog zieker ervan af te komen, aangezien dit om mijn hoofd is met het licht er verkeerd op. Maar ik kan dus heel erg ontspannen op docu's van moordenaars en zo. Dus dat kijk ik voor mijn ontspanning naar. Spijkers met koppen presenteert Spijkers met nieuwe koppen. Met de comedians Steven Brunswijk, Ruud Smulders, Stefan Pop, Roewe Verveer, Stefano Keizers en Jorra Rienstra. Dit keer praten ze over het thema privéleven. Eerst een dilemma. Of één keer meedoen aan een dating reality show en in één klap beroemd worden. Of keihard jaren strijden op eigen kracht om hetzelfde resultaat te halen. Dat is duidelijk, heb ik al gedaan. Het tweede. Jarenlang strijden op eigen kracht. Jarenlang strijden voor diezelfde status op eigen kracht. Misschien als je me aan het begin van mijn carrière had gezegd, het gaat je 18 jaar kosten voordat je in een heel klein theatertje in Amsterdam een paar interviewvragen beantwoordt, dan had ik misschien wel voor die datingshow gekozen. Welke want dat is geen status als je daar mee doet. Nee dan, lekker op eigen kracht. Dat is gewoon op eigen kracht falen, is wat je vraagt. Nee, doe me niet. Eén keer meedoen aan een datingshow. Ik vind het een heerlijk gevoel om de ideeën die in mijn hoofd komen ergens uit te kunnen laten. Dus dat ze mij niet de hele tijd lastig vallen, maar iemand anders gaan irriteren. Ik vind het leuk dat ik alles kan toelaten wat ik verzin. Om vervolgens dat ook nog bij mensen neer te leggen die ervoor betalen. Het is zo'n stomme constructie. Dat is zo stom. En op heel veel stomme plekken komen ook. Ik stond deze week in de Apenhul. Want dat is ook een conferentiecentrum. En conferentiecentrum is in Comedy Nederland een ander woord voor bakken met geld. Bakken. Hier, neem een bak. Dat ik iets doe wat ik leuk vind. Per avond ontmoet ik zoveel nieuwe mensen. Het houdt mij positief. Ik krijg wel eens mailtjes. Deze heb ik wel eens gehad. Mijn moeder is 2 weken geleden overleden. Ik had een kaartje gekocht met haar 6 maanden geleden. Toen was er nog niks aan de hand. Ze is plotseling overleden. En ik had het kaartje nog en ik dacht, met wie ga ik? En toen zei ze, nee, ik ga met niemand. Ik laat die stoel naast me leeg. En jouw show ging precies over wat ik nodig had. Positiviteit, verder gaan met het leven, na tegenslagen, hoe je er tegenaan kan kijken. Ze zegt, wauw man, dank je wel. Je vergeet dat je de mensen ook op die manier raakt. Dat ik geen 9-tot-5 baan heb. Minst leuke aan mijn werk vind ik het publiek. Belastingen doen, facturen uitschrijven, administratie. Eigenlijk alle rompslomp die erbij komt kijken bij een ZZP'er. Dat vind ik heel vervelend. Het minst leuke vind ik erover praten. Lekker paradoxaal. Wat zit hij daar dan te doen? Dat het onregelmatig is. Bijvoorbeeld verjaardagen, dat soort sociale dingen. Heel vaak kan ik niet. Als ik ergens kom, dan verwachten mensen altijd wel dat ik grappig ben. Het stomste vind ik het reizen en dan soms aankomen in zo'n koude kleedkamer. Dat je denkt, nou, is dit nou het leven van een artiest, weet je? Ik bedoel, dat is het dan. Ja, dan denk je wel van... Pff. Als het echt onverwacht is, dan denk ik dat ik juist niemand om me heen zou willen hebben. Oh, onverwacht avondje vrij? Ik weet niet wat ik moet doen. En zeker als het in het weekend is. Als ik vrij ben, dan ga ik in paniek op zoek naar iets te doen. Nee, ik kan helemaal niks met vrij. Ja, op een onverwachte avond vrij ga ik thuis zitten. Ik heb geen enkele behoefte meer aan een leuk leven. Alleen nog maar aan uitrusten. Niet om nog zieker ervan af te komen, aangezien dit al mijn hoofd is met het licht er verkeerd op. Maar ik kan dus heel erg ontspannen op docu's van moordenaars en zo. Dat kijk ik voor mijn ontspanning naar. Nee. Helemaal geen slow motion, dat doe ik zelf. Wanneer meldde ik me voor het laatst ziek terwijl ik niet ziek was? Dat is lang geleden, man. Wow. Dat was nog voordat ik kinderen had zelfs. Toen had ik ook geen verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb in mijn hele carrière 4 shows gecanceld. Omdat mijn vader was overleden. Hoe ziek moet je zijn om een show te cancelen? Mensen hebben maanden ernaar uitgekeken. Ik beloof je, hè. Als je hoort Roewe Verveer, heeft shows gecanceld met een ziekte, koop rouwkransen. Je gaat toch niet shows cancelen als je ziek bent, een beetje griep? Toen ik nog normaal werk had. En toen hadden wij net het Groninger Studenten Cabaret Festival gewonnen. 900 man. En de dag daarna wist ik, ja, nu moet ik gewoon tafels schoonmaken. Daar kan ik helemaal niet aan. Geef me 1 dag om te genieten van het succes. Als het een keer gebeurt dat ik per ongeluk op een moment van verstandsverbijstering een sociale afspraak maak, dan zeg ik die achteraf altijd af met het excuus dat ik ziek ben. Dus en mijn werk zou ik nooit afzeggen. Ik voel me altijd schuldig. En daarom zeg ik ook altijd sorry. Ik ben een slecht mens. Dat is gewoon zo.
meldde ik me maar wat vaker ziek. Ik voel me altijd enorm verantwoordelijk, iets te. Dus dan levert het me meer stress op om me af te melden dan wanneer ik gewoon ga en denk, oké, get over it, ik doe het gewoon. Of ik mijn privé en werk gescheiden hou, ja. Want ik vind wat ik maak zoveel leuker dan wie het maakt. Dat is wat ik kan. Ik kan super vette dingen verzinnen. Dan moet ik daar niet gaan staan en dat allemaal achterwege laten door gewoon te vertellen, ik was in de supermarkt. Daar kan ik geen geld voor vragen. Ik hou mijn werk en privé niet ingescheiden. Dat is iets wat je opgeeft als je dit doet. Heel erg. Ik noem mezelf ook de ambtenaar van het cabaret. Als ik het theater uitloop, ben ik klaar met cabaret. Dan begint mijn privéleven. En daar zit cabaret niet tussen. Ik ben wel iemand die daar niet echt heel specifiek mee bezig is. Als je mijn shows kent, dan ken je mijn vrouw, mijn kinderen, iedereen bij voornaam. Waarom denk je dat depressiviteit bij cabaretiers zo hoog zit? Omdat ze het onderscheid niet meer kunnen maken. Dus als ze een beetje een slechte show hebben gespeeld, liggen ze 's nachts in bed nog eraan te denken aan die slechte show. En hoe moet ik beter? Herschrijven tot 5 uur 's nachts. Kill, ik slaap al lang. Tuurlijk heb je een mindere dag soms. Als het publiek het niet heeft gemerkt, doe ik dit. En morgen beter, klaar. Ja, in mijn beleving zijn privé en werk steeds meer één ding geworden. Misschien heb ik mijn privé wel zo erg afgescheiden dat het niet meer bestaat. En daarom is mijn werk ook mijn privéleven. Ik zie er echt geen verschil meer tussen. Vond jij deze video leuk? Nou, duimpjes omhoog, klik hem maar. Vond je hem niet leuk, duimpjes omlaag. Nou, dan moet je gewoon even iets anders doen met je leven. Maar ik zou zeggen, abonneer je op het Radio 2 YouTube-kanaal.